We krijgen vaak de vraag waarom de politie niet direct de beelden van verdachten uitzendt. Het heeft alles te maken met privacy. Politie en Openbaar Ministerie hebben zich te houden aan een aantal regels. We gaan jullie uitleggen waarom dat is. Ook al maak je in Nederland schuldig aan een misdrijf, je hebt nog steeds recht op privacy. Als het een hele ernstige zaak is, dan kan de politie en justitie besluiten om die zaak direct naar buiten te brengen. Is het een minder ernstige zaak, dan kunnen we hier besluiten om de beelden intern te tonen, zodat we op die manier tot de herkenning komen van de verdachte. Zo hadden we laatst een zaak buiten onze regio in Uitgeest. Daar was sprake van een woninginbraak en het vermoeden bestond dat er twee Amsterdammers bij betrokken waren. We hebben de beelden in Amsterdam laten zien en regisseurs sloegen daar direct op aan. Zaak opgelost. Als de politiemensen de boeven niet herkennen, kunnen we ze op sociale media of in de landelijke of regionale opsporingsprogramma's brengen. Het kan dan wel iets langer duren voordat de zaak in beeld komt. Door dit stappenplan voorkomen we het zogenaamde schandpaaleffect of trial by media. Uiteindelijk zal de rechter oordelen of iemand schuldig is aan een misdrijf.